Goeiedag, ik sta op de dijk in Gorssel. Wij zijn bij Waterschap Rijn en IJssel momenteel bezig met de voorjaarsschouw van de waterkeringen. Hier achter mij ligt de dijk. Nou, die is natuurlijk prima te zien, maar af en toe komen we op plekken waar we dus niet met de fiets of met de auto kunnen komen. En dan ziet die dijk er zo uit. Hier achter Hans. Hans is collega uitvoerder. En hier achter mij loopt de waterkering een bos in. Hans, ja, daar kunnen we niet fietsen natuurlijk. Hoe gaan we dit doen? Ja, dat is het mooiste. Dit is dijk 59. Die loopt van Everden bij Zutphen tot bij Deventer, Badmen bij Deventer. En een stuk van die dijk is geen fysiek stuk dijk. Dat ligt hier als een stuk rivierduin hier langs de IJssel. En dan wandelen we even af om niet helemaal te vervreemden, zeg maar, van dat systeem. Ook die moet zijn functie kunnen behouden. Dus dan moet je gewoon af en toe weer bekijken. Ja. Dus wandelen we hem af. Nou, kijk wat we tegenkomen. Tot de volgende keer.